Yo jongens en meisjes, mijn naam is Brent, oftewel Breike, en welkom bij weekvlog 32. De thumbnail aan het maken voor weekvlog 31. Ja, ik ga die zelfs online zetten. Dus ik ben nu aan het bewerken. Dus ja, de video is al van gisteren klaar. En nu ben ik hem eigenlijk aan het de HD-versie is nog altijd aan het verwerken. Want het is een vlog van 32 minuten, wat zeg ik nu allemaal, 35 minuten. Ja, als deze vlog online staat, denk ik dat je hem al hebt gezien. En als je nieuw bent, ga hem dan zeker checken. Het is echt de moeite waard. En ja, als je verder van mijn handen ziet of zo, maakt dat allemaal niet uit. We krijgen het er allemaal niet af. Maar ik ga gewoon verder doen. En dan ga ik gewoon niksen. Of video's maken, ik weet nog niet. Ja, het is ook woensdag. Ik heb 2 dagen niet gevlogd, omdat ik eigenlijk nog dingen moest doen. Ik moest nog van alles doen. Dus maar maak jullie geen zorgen. Het is gewoon ja, ook mijn fout dat ik gewoon die 2 dagen niet heb gevlogd. Maar vandaag moest ik ook een uur vroeger beginnen dan het werk. En morgen ook, omdat op 1 mei de prijzen van het verf, ik weet niet dat overal is, maar wel bij ons bedrijf, ze gaan het opslagen. En ja, natuurlijk bestelt iedereen nu heel veel. En we krijgen gewoon allemaal niet klaar, dus dan moet je wel een uur vroeger komen. En mijn mening is, het helpt geen kut. Maar ja, als de grote baas zegt van, ja jongen en meisjes. Nee, eigenlijk is het alleen jongens, want daar werken geen meisjes. Of toch niet waar ik sta. Maar als die dat zegt, dan is het, ja. Maar niet iedereen, maar een paar. En ik ben daar weer de gelukkige, hè? Gelukkige van. Maar nou ja, ik ga er niet over zagen. We zitten op YouTube voor ontspanning. Dus ik ga ontspanning geven. Dus let's go. Het komt eraan. Oké, hi. Het is zaterdagavond. Het is 8:45 s'avonds. En ik en Brent hebben vandaag, ja, Brent vooral heeft vandaag nog niet kunnen vloggen, omdat wij zijn zus moesten wij doen allemaal. Wij moesten mee rijden voor de mama mee naar hier te pakken met Brent's auto. Omdat zijn zus een operatie heeft gehaald. Dus zij mocht niet rijden komen 24 uur. Uiteindelijk zijn wij thuis gekomen. En zijn we direct naar de winkel gegaan. Zijn we thuis gekomen. Hebben wij chocomousse gemaakt. Nee, geen chocomousse, maar een mousse. Ik weet het al even niet meer. Aardbeienmousse. Ik heb een potje gegeten trouwens. En dat is best lekker. Ja, dat is mijn favoriete mousse. Brent zit nu in de douche. En voor de rest van de dag heb ik gewerkt aan mijn gip. Voor het school al. En heeft Brent eigenlijk nog een beetje liggen gamen. En vooral naast mij komen liggen omdat ik me niet 100% voelde. Tot pakt 10 minuten net geleden. En ik zie precies de camera niet. Ik ken niks van de camera, by the way. En Brent zei dat hij nog niet had gevlogd vandaag. Ik had hem dat ook nog niet zien doen. Dus ik dacht, ik vlog wel een stukje zonder dat hij dat weet. Hij zit nu in de douche, dus ik hoop dat hij direct terugkomt eigenlijk. Want ik verveel mij. Ik was Fortnite aan het spelen op de Switch. En daarna even Netflix aan het kijken op mijn gsm. By the way, de mensen dat kijken. Ik kijk altijd op Netflix dezelfde series. Altijd, omdat ik niet in mijn comfortzone wil komen. En dus nu ben ik, heb Friends gekeken, ik heb The Walking Dead gekeken, ik heb verschillende gekeken, ik heb Riverdale een week geleden uitgekeken. Ik ben aan het wachten op nieuwe afleveringen. En nu ben ik bezig aan Teen Wolf, dat heb ik ook al eigenlijk helemaal uitgekeken. Dus ik wil eigenlijk gewoon een nieuwe serie. En het mag een Engelstalige zijn, maar het moet zo'n beetje actie in komen, een beetje drama, snap je? Dus als jullie suggesties hebben of weet ik veel wat. Zet dat even onder de video. Ik kijk altijd zo de reacties na. Ja. Als jullie nieuws, een goede of een film, dan mag ook. Maar liefst een serie. Ik ben niet zo'n filmkijker. Brent wel. Dus voor Brent mogen jullie films achterlaten. Maar voor mij is series. Ik hoop wel dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad. Dat jullie niet te veel problemen hebben gehad qua corona om weg te gaan of zo. Maar ja. En dat jullie gewoon een goede start hebben, degene dan op school zitten, maandag een goede schoolstart kunnen hebben. Ook al is het afstandsonderwijs, wat ik eigenlijk wel echt vervelend vind. Maar ja,
is niet echt veel interessant over vandaag eigenlijk. Ze zeggen, wat, ja, we hebben gegamed. Brent heeft gegamed. Ik een beetje om de Nintendo. Ik heb een film gekeken. Hij uiteindelijk ook, omdat ik dan uiteindelijk nog wel heb geslapen. Brent heeft zelf ook nog geslapen. En ik denk dat hij nu uit de douche is gekomen. Ik hoor de kraan niet meer beneden. Dus ja, de kamer staat niet scherp. Ik weet niet hoe of wat. I don't know. Ik ken er niks van. Ik weet alleen dat ik heel moe ben. En waarschijnlijk vanavond vroeg ga slapen. Omdat maandag ook weer gewoon school is. En morgen ga ik terug naar huis. Dus ja. En morgen hoop ik dat we wel iets leuks gaan doen. Doordat ik bijvoorbeeld een wandeling maak of zo. Het is vandaag gewoon een dag geweest dat we hebben kunnen uitslapen. Ik denk dat we tot 10:30 hebben uitgeslapen. We dan tot 12 uur of 11 of 11:30 in bed hebben blijven liggen om zo een beetje wakker te worden. En zo TikTok scrollen. Dat is mijn dagelijkse routine. TikTok scrollen. S'avonds, ochtends en 's middags. Door de dag eigenlijk ook. Allee, sowieso, maar ja. Ik ga gewoon dag tegen jullie zeggen nu. Even verder gamen en kijken wanneer Brent terug naar boven komt. En dan kijken wat hij zegt eigenlijk over dat ik heb gevlogd. Want ik weet niet of dat eigenlijk mocht of niet. Ik gok van wel ze, maar ja. Dus ja, bye! Oké, het is zondag. Het is, hoe laat is het? 12 uur. Nee, echt waar? Oké, het is 15 uur. Het is 3 na 3. We hebben niet veel gedaan. We hebben alleen nog The Walking Dead opnieuw. We gaan dat terug opnieuw bekijken. Omdat er, ja. Dus iets tussen ons gebeurd en ja. Ja, we weten dat toch. Ja, het is gedaan geweest en ik heb gewoon verder gekeken en zei niet. Gemeen, hè? Dat is onze serie. En ja, nu gaan we gewoon terug opnieuw kijken. Dus ja, daar zijn we nu terug mee begonnen. En ja, veel ga ik niet meer doen. Ik ga wel nog vloggen. Extra naar huis en zo. Dat de vlog nog iets langer duurt en dat er toch nog een beetje interessante dingen zijn geweest. Maar ik ga nu zelfs gewoon nog even gamen, Shakira ook. En dan ja, gaat het niet lang niet meer duren. Dan moeten we eten en dan ja. Moet ik Shakira naar huis doen. Dus ja, morgen is terug werkendag. School. En voor Shakira school en voor jullie ook, denk ik. Maar ja, als deze vlog online staat, is de week al begonnen. Dus succes voor jullie allemaal en ook voor jou. Dank je. En jullie gaan er zeker doorkomen. De week zeker. En ja, morgen belooft het wel een speciale dag te worden. Ik weet niet of dat nu doorgaat of niet, maar blijkbaar moet ik iemand gaan opleiden. Ik weet niet dat nu veranderingen gaat komen of niet. Ze weten ook niet dat de nieuwe jongen gaat komen of niet. Dus we moeten afwachten. En ja. Hopelijk sturen ze mij niet naar het waskot. Want ze waren al aan het zagen dat ik naar het waskot moest. En die andere niet. Maar ik hoop dat ik niet naar daar moet. Want dat is echt nog werk. Dan. Ja, maar ik bliep het er toch uit, of niet? Het is vandaag keigoed weer en morgen wordt het regen. Serieus? Ja, 70% kans. Hele week. Hele week? Denk ik. Ik kwam iets, een kleedje uit school. Maar ja, wij gaan gamen, dus ja. Ik hou jullie nog op de hoogte. We zijn geen wandelingen maken. Nee. Dat heb ik toch gezegd. Ja, ik wou even mededelen. We hebben geen wandeling gemaakt. Maar dat ze gisteren in de vlog heeft gezegd. Allee, in het vorige shot. Dus ja. We waren gewoon laat gaan slapen. Ja, en we wouden eens profiteren van uit te slapen. Voordat ik naar school moet. Want ja, zij moet dan naar school. En ik heb dan 3 dagen een uur vroeger moeten beginnen. En dat voelt gewoon hard, hè. Als je dat niet gewoon bent, dan voel je dat wel echt hard. Maar ik ga nu gamen, dus ik hou jullie zeker nog op de hoogte. Let's go! Oké, en dan is het tijd om gaan te slapen. Het is zondagavond, ik heb Shakira naar huis gedaan. Ik ga nu slapen. Marie is het werkendag terug. Mijn excuus is dat er dan toch weer al niet echt zo'n leuke vlog is zoals de vorige week vlog. Maar ja. Er zijn er gewoon bij die niet zo leuk zijn. Ik heb niet altijd iets of veel te doen in een week. En ik probeer dat wel te doen. Dus mijn excuses ervoor.
En ik zeg wel, dat gaat de laatste vlog zijn, maar dan is dat toch, komt dat toch gewoon terug. Dus echt mijn excuses. Het is niet zo simpel om toch leuke vlogs te maken in tijden van corona. En ja, omdat ik ook nog een werkleven heb en zo. Dus ja, ik heb nog een ander leven buiten YouTube. Dus ik hoop dat jullie me begrijpen. Maar ik ga nu gewoon slapen. Dus ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Beloon dan zeker met een like. Ik zou zeggen, join de Breggers Club door op de abonneerknop te duwen. Het is gratis. En vergeet dan ook niet op dat belletje te duwen. Dan weten we wanneer ik ze upload. En hopelijk zie ik je terug bij een andere video. Ciao.